Nou, eindelijk. Nou, eindelijk. Ik kon niet sneller hier naartoe komen. Nou, welkom, man. Ja. Leuk om te zien. Ik had jou eens gebeld voor... De Cullinan. Ja. Ik heb daar een variant van de Cullinan. Normale uitvoering, wel superveel opties. Ja? Zullen we even kijken? Oké, ja. Ja. Wil ik wel even zien. Oh, wauw. Huh? Sphere Black, ook een speciale kleur. Loungepakket, coachline, double. Wat staat er voor beeldje weer op? Nou, de verlichte Emily. Lijkt wel Swarovski. Ja, dat klopt ook precies. Ja? Ja, bij de Black Badges is het zwart. Verkopen deze auto maar. Die is verkocht. Ah, oké. Komt er eens even zitten thuis, dan kan ik even mooi uitleggen. Ja, deze heeft ook bespoke audio. Ja? Dat is het mooiste geluidssysteem wat Rolls-Royce heeft. Dat is echt helemaal top. Zit er niet altijd standaard in dan? Nee, optie. Optie? Ja. Zit er niet van Jano ook, hoor. Ja? Ja. Precies. Hoe kost zo'n optie dan? 8.500 euro. Oh, nee, dat zal wel gewoon speakertje in moeten denken. Een beetje hosselaar weet hoe hij zijn klantjes moet inpakken. En deze dealer weet dat hij met de schaal sushi de plank mislaat. Hola. Oh, goedemiddag. Goedemiddag. Oh, wat lief gezorgd. Ik ben aan het lijnen. Nee, joh. Ze zijn gezonde. Ze zijn speciaal. Ja? Ja, eentje ja, ja, maar. Ja, ja, nee. Ben je aan het lijnen? Ja, ik ben aan het detoxen. Mijn espresso. Mag die hond wel worstenbrood? Ja, maar die maakt zeker geen worstenbrood. Nee? Nee, joh. Oh, wel, dan krijgt hij wel van mij. Kom. Hoe heet die? Nou, Grappa. Hier, Grappa? Hier, hoppatee. Nou, dikke markt. Dingen wel. En wat voor opties kan er allemaal op? Kijk, zo is hij met die rode accenten. Grotere wielen ook, als een normale Cullinan. Ja. Splattere banden. Ook de raamlijsten donker. Allemaal zwart. Ja, deurgrepen blijven wel groom. Ja. Dat vind ik, dat is ook leuk, daarmee staat ook niks. Ja, 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 dat is beter. Super auto. Ja. Super auto. En je komt er geen tegen? Nee, zeker niet. Die Black Badge helemaal nee. Niet. Die heb ik helemaal nog geen gezien. Ja, bij Jarno. Een lampvolle mat set. Ons gooit nooit. Dat is jou weer. Ze is ook een beetje goed te verkopen over een paar jaar. Ja, dat denk ik wel. Ja? Dat denk ik wel. Het is geen belegging. Nee? Nee. Voor belegging moet ik iets anders kopen dan, of niet? Pardon, beleggen? Dat ziet Hosselaar Thijs helemaal niet zitten, dus... Ferrari. Ferrari? Dat is het neusje van de zalm. Ja? Ja, echt. Dikker kan niet. Nee. En dit wordt een kostbaar stukje televisie. Peter is namelijk bij een autoboer waar je zelfs voor een occasionnetje niet slaagt onder een ton. Deze is hem dan? Ja, dit is een 812 Superfast. Ja? Ja. En deze is met een vastdak? Ja. En er komt dus een cabrio-versie van. Ja? Ja, dat is... En die krijg jij nog binnen? Ja. En dan zijn we mee van de laatste ja, ze bouwen ze maken. Anderhalf jaar bouwen ze nog. Ga eens even zitten anders. Ja, ik wil wel een keer in zitten. Porsche is ook erg goed. Oh, deze past me toch ook wel. Goed, hè? Ook gewoon ruim, hè? Ja. Ik moet hem even starten, hè? Ja. Wil je hem even horen? Ja. Ja, dat is denk ik een raceauto, of niet? Ja, absoluut. Dat is nou vergelijk met een Porsche dan? Of kan het helemaal niet vergelijken? Gewoon een andere auto? Andere auto. Nee, dat is ook een superauto. Maar dit is wel een, ja, een tandje extremer. Ja? Ook gevaarlijker. Trickier. 800 pk op de achterwielen. Het is echt een auto waar je wel de kop bij moet houden. Ja, maar natuurlijk. Als je kent, kun je er alles mee. Super. Ja? Ja. Echt. En wat kost nou zo'n auto dan? Een cabrio? Die cabrio, een beetje vol. Een beetje een volle cabrio. Iets boven de 5 ton ook. Een beetje Cullinan geld. Oh, nou. Dus de Cullinan een strekkende meter gunstiger. Guldens of euro's? Nee, euro's. Ja? Nee, lires. Iets boven de 5 ton voor een auto waar je nog niet eens een krat bier in kwijt kan. Maar Thijs ruikt bloed. Hé, superauto. Echt, hè? Nou weet hij ook dat Peter niet helemaal achterlijk is, dus moet hij het tactisch aanpakken. Samen kosten ze 1.021.000 euro, inclusief de BTW, samen. Ja. Ik denk 9,75. Maak nee, dat gaat niet, dat gaat echt niet. Hoezo niet? Dan verdien ik niks. Nee, maar een biertje is ook goed. Ja, ik heb een goede klant bij. Ja, dat wil ik ook graag. Nee, we moeten wat ritselen. Zo doen. Dat is een miljoen. Hup. Nou, deal. Gefeliciteerd. Hartstikke flat.
Ja, daar word ik dan Fox Wild van, die auto. Ah, dat is top. Ja? Echt super, joh. Dankjewel. Zal ik niet iedere dag verkopen, denk ik? Nee, hoor. Zeker niet. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.